Ach Kaspelen had tongensdien een concert woningbouwprogramma voor 2020-2030 presenteerd. In die tijd wil ze in de gemeente 648 nieuwe woningen realiseren. De initiatiefgroep Wijen Boeten Post is er wies mee, maar vindt het eens wat aan de magere kant. Het is wat ons betreft wat leeg inzet. Het mag wel wat ambitieuzer. Maar aan de andere kant, we begrijpen ook wel dat je toch ergens beginnen moet. En dit is een goed begin voor een stuk nijbouw en een stuk uitbreiding van het aantal winningen in Boeten Post. Een van de makelaars, Utzer Zusterveen, vindt dat de gemeente wat te voorzichtig is. Hij vertelt dat de woningmarkt in Kaarspelen bot ontspannen is en dat er heel wat krapte is. De woningmarkt in Zusterveen is momenteel op heel volle plakken oestuur. Er is heel volle vraag naar woningen, er is weinig aanbod en dat zorgt soms wel eens voor wat excessen op de markt. Eens zou de gemeente wat meer naar de regio in zijn geheel schermatten. Ik vind het heel mooi dat onze gemeente ambitieus is en vooruit wil. Ik zou zelf denken dat er misschien nog wel wat bij kan. Als je vooruit wollen, als je het winkelbestand te pijl horen wollen, denk ik dat we ook mensen van buiten de regio nodig gaan. En dat hoeven net alleen nog mensen uit Amsterdam te wijzen, maar dat kan ik mensen uit de stad Grijns wijzen, uit Leeuwarden, uit Drachen. Die mij, wat mij betreft, alle keer wel naar Zusterveen en omgeving komen.